Tijdens het Bankgiro Loterij Theaterweekend slaan het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Nationaal Theaterfonds en de Bankgiro Loterij de handen ineen om duidelijk te maken dat Nederland een rijke theatertraditie kent. Nieuwe Nederlandse producties, maar ook de nationale en internationale klassiekers zijn vertegenwoordigd in één weekend. Voor maar 10 euro kan iedereen genieten van meer dan 100 verschillende voorstellingen en kennis maken met theater op een makkelijke en vooral betaalbare manier. Op je Spaanse slopper. De theaters gooien hun deuren open. Het publiek heeft de mogelijkheid om mee te doen aan bijvoorbeeld workshops en masterclasses. Maar ook wordt men uitgedaagd om mee te doen aan een safari door of een overnachting in het theater. Belangenorganisaties als de Nederlandse Associatie Podiumkunsten, de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties en de Vereniging Vrije Theaterproducenten zien veel in het plan en doen gezamenlijk mee. Zo wordt het één collectief project, zodat iedereen de enorme diversiteit aan theatercultuur in Nederland kan ontdekken, ervaren en beleven. Door middel van bekende ambassadeurs is het Bankgiro Loterij Theaterweekend onder de aandacht gebracht en heeft Nederland nu al massaal kaarten geboekt. Ook via de speciaal hiervoor ontwikkelde nieuwe app Applaus. Dit weekend zijn er in meer dan 50 theaters door heel Nederland, van Leeuwarden tot Heerlen en van Rotterdam tot Enschede, de meest uiteenlopende voorstellingen te zien. Nederland is een theaterland. Daarom vandaag de officiële opening van het Bankgiro Loterij Theaterweekend. Graag een warm welkom voor onze gastheer van vandaag, Frits Sissing.